Goedemiddag, dames en heren. Namens de gemeente Westland heet ik u van harte welkom bij dit 8e Westland-event. Uw gemeente is echt heel belangrijk en speelt een hele, hele grote rol. Uiteindelijk gaat het mij maar om één ding en dat gaat linksom, rechtsom, kan me niet schelen. Hoe is dat meer consumenten meer gaan uitgeven aan bloemen en planten? Ik ben hier vandaag voor de nieuwe marktverbindingen. Ik was heel erg benieuwd wat de digitale wereld met zich mee gaat brengen. Ik bezoek het Westland Event al diverse jaren. Ik vind het een hele inspirerende bijeenkomst. Ik ben hier vanwege het netwerken en ook om eigenlijk weer wat te horen. En vooral met elkaar van gedachten te wisselen van hetgeen wat we horen. We feed the world, we flower the world. Maar dan moeten we wel uitgaan van het gezamenlijke lange termijn doel. En niet alleen het going alone. Niet alleen het volgende kwartaal en de winst is alleen voor het hele bedrijf. Het gaat om het veranderen van de systemen en structuren die we hebben. Dat gebeurt dan. Maar de vraag is, wachten we op een of andere appbouwer uit Silicon Valley om dat zelf te doen of gaan we daar zelf mee aan de slag? Ja, ik zie heel veel organisaties zijn bezig met verandering of innovatie. Dan is het wel handig om te weten dat eigenlijk jouw brein geprogrammeerd is om zoveel mogelijk te doen op basis van routine. Ik vond met name het component van het samenwerken als sector en daar gewoon aan beginnen vond ik erg interessant. Wat ik hier ook van meekreeg is ook goed om van buiten de industrie naar onze industrie te kijken en van daaruit ook te kijken wat we daarvan kunnen leren. Dus ik hoop dat we met z'n allen de schouders onder kunnen zetten en dat we er echt iets heel moois van kunnen maken, want zoals we ook vanavond hebben gezien heeft het Westland gewoon echt heel veel potentie. En ik hoop dat de mensen zodanig geïnspireerd zijn dat ze zeggen het is een prachtig event, maar ik heb er ook daadwerkelijk wat aan in mijn bedrijfsvoering morgen, maar ook in de toekomst.